Start je trainingsprogramma tegen rugpijn. Oefening 1. Massage van de bovenrug. Voor de eerste oefening heb je een blackroll-fascia roller nodig. Ga met gebogen benen op de grond zitten en steun op je armen achter je lichaam. Leg de roller tegen je onderrug, net boven je taille. Leun met je bovenlichaam naar achteren en til je billen een beetje van de grond. Je nek blijft in het verlengde van je wervelkolom. Rol langs je lendenwervelkolom. Als de druk te sterk is, kun je de oefening staand uitvoeren terwijl je tegen een muur leunt. Zoek een pijnlijk punt op en blijf hier ongeveer 15 seconden op rusten. Adem diep in en uit. Nog vijf, vier, drie, twee, één. Hef de druk op en kom naar voren. Oefening 2. Massage van de bilspieren. Voor de volgende oefening heb je een blackrollbal 12 nodig. Leg de fasciabal op de vloer en ga er met je rechterbil op zitten. Leg je rechterbeen op het linker bovenbeen. Beweeg langzaam op de plaats en zoek de afzonderlijke pijnpunten op. Om de druk nog verder te verhogen kun je de enkel met je linkerhand vastpakken. Zoek een pijnlijk punt op en houd de druk ongeveer 15 seconden op dit punt vast. Adem rustig en diep in en uit. Als dat lastig is voor je schouders, kun je meer gewicht op de bal plaatsen en zo je schouders ontlasten. Rol in cirkelende bewegingen verder. Leg het rechterbeen weer neer en plaats de bal onder de linkerbil. Leg het linkerbeen op het rechterbovenbeen. Beweeg langzaam op de plaats en zoek de afzonderlijke pijnpunten op. Beweeg je naar voren, achteren, opzij of in cirkelvormige bewegingen. Als je de druk wilt verhogen, pak je de linkerenkel met je rechterhand vast. Zoek ook aan deze kant een pijnlijk punt op. Houd de druk op deze plek gedurende 15 seconden vast. Vergeet niet om diep in en uit te ademen. Rol ontspannen door. Spanningen in het bereik van de billen stralen vaak uit naar de onderrug. Een massage in dit bereik kan je pijn verzachten. Nog 5 4 3 2 1 Ga langzaam weer uit de positie. Oefening 3: massage van de heupbuiger. Ga voor de volgende oefening op je buik liggen. Plaats de bal 12 boven de lies tussen de rechterbekkenkam en de rechterbuikspieren. Steun losjes op je armen. Laat je langzaam op de bal zakken. Laat je bij elke uitademing nog wat dieper in het weefsel vallen. Ontspan hierbij een minuut. Ga bij deze oefening voorzichtig te werk. Als je een kloppend gevoel in je buik voelt, moet je van positie veranderen. Concentreer je op je buikademhaling. Verander van kant. Bewerk ook de andere heupbuiger door de bal aan de linkerkant te leggen. Laat je weer in de bal zakken. Door diep in en uit te ademen, lukt dat nog beter. Het is belangrijk om ook je voorkant te behandelen, om de frontale trekkrachten van de verkorte spieren te verminderen die overdag zijn ontstaan. Zorg ervoor dat je een rustige en diepe ademhaling hebt en ontspan. Deze oefening is vooral een echte aanrader na een lange werkdag achter de computer. Ga langzaam weer uit de positie door je met je onderarmen omhoog te drukken. Oefening 4. Spieren Lendenwervelkolom triggeren. Voor de volgende oefening heb je een BlackRoll TMX-trigger nodig. Ga op je rug liggen en plaats de trigger op de pijnlijke plaats in het gebied bij de Lendenwervelkolom. Houd je benen gestrekt. Belangrijk, plaats de trigger op je spieren, niet op de botten van de Lendenwervelkolom. Adem diep in en uit en probeer ondanks de pijn te ontspannen. Blijf gedurende drie minuten op de trigger liggen. Na enige tijd zou je moeten merken dat de pijn afneemt. Buig voor een extra mobiliserend effect je benen en pendel deze minimaal naar links en naar rechts. Het gebruik van de trigger stimuleert je door bloeding. Je ondersteunt je weefsel erbij zichzelf te regenereren. Om spanningen in het weefsel te laten verdwijnen, moet zuurstofrijk bloed de cellen sneller bereiken en moet zuurstofarm bloed beter worden afgevoerd. Nog één minuut! Hou vol! Je hebt het gehaald! De laatste 30 seconden zijn begonnen. Verander van kant door de trigger aan de andere kant van de wervelkolom op een pijnlijke plek te plaatsen. Ontspan je spieren en laat je diep in het weefsel zakken. Weer 3 minuten triggeren. Als de pijn iets afneemt, begin je met de mobilisatie. Buig je benen weer en pendel deze naar links en naar rechts. Maak slechts kleine bewegingen. Als de mobilisatie te veel pijn doet, houd je de druk simpelweg op het punt vast. De triggerbehandeling kan lang aanvoelen. Je moet echter minimaal drie minuten druk op een pijnlijk punt blijven uitoefenen, voordat de positieve effecten voor je lichaam in werking treden. Probeer actief te ontspannen. Stuur hiervoor je aandacht naar je lendenwervelkolom. Na gebruik kunnen er spierpijn, een tijdelijke verergering van de klachten of lichte blauwe plekken optreden. Hier hoef je je geen zorgen om te maken. Het zijn normale gevolgen van het bewerken van je spieren met de trigger. Nog 30 seconden. Ga langzaam weer uit de positie. Oefening 5 Billen triggeren Voor de volgende oefening plaats je de trigger zittend gericht op een pijnlijk punt van je billen. Laat je langzaam in de trigger zakken. Probeer te ontspannen. We houden deze positie weer 3 minuten vast. Adem diep in en uit. In het pijnlijke punt. Na enige tijd zou de pijn iets minder moeten worden. Dan kun je je bovenbeen voor een extra mobiliserend effect licht optillen en weer laten zakken. Bij de toepassing van de trigger tool maak je gebruik van een accupressuurtechniek. Deze techniek maakt het mogelijk om diepliggende spanningen punctueel te behandelen. Het doel hierbij is om de pijn van de myofasciale triggerpoints op te lossen. Triggerpoints zijn plaatselijk beperkte spierverhardingen in de skeletspieren. Tijdens de pijntherapie behandelt de therapeut deze punten met zijn duimen. De BlackRoll TMX Trigger is als het ware jouw fysiotherapeut voor thuis. Hou vol, je hebt het gehaald! Nog maar 30 seconden! Verander van kant door met de andere bil op de trigger plaats te nemen. Ontspan je spieren en laat je diep in het weefsel zakken. Met je armen kun je de druk op de trigger variëren. Houd de druk ook aan deze kant ongeveer 3 minuten op het triggerpoint vast. Als de pijn iets afneemt, Begin je weer met de mobilisatie door je bovenbeen licht op te tillen en weer te laten zakken. Je kunt dit zo vaak herhalen als je wilt, als het maar aangenaam is. Nog 30 seconden. ga langzaam weer uit de positie. Klaar. Oefening 6. De heupbuiger stretchen. Voor deze oefening heb je een blackroll superband nodig. Bevestig deze aan een object ter hoogte van je heupen. Plaats de superband naar voren om je rechterbovenbeen en doe het rechterbeen naar achteren. Het linkerbeen blijft voor. Span je buik en billen aan en duw je bekken naar voren. Leg je handen ontspannen op de linkerknie. Houd deze positie ongeveer één minuut vast. Laat je door de band diep in de stretchpositie trekken. Als je wilt kun je ook licht wippende bewegingen maken. Adem nog eens diep in en uit. En laat je bij de uitademing dieper in de stretchpositie zakken. Sta langzaam op en verander van kant. Stap met je linkerbeen in de band. Breng het linkerbeen naar achteren en doe een lunge. Breng je knie weer naar de grond. Laat je door de band in de rekpositie trekken. Houd je bovenlichaam recht. Haal diep adem en laat je bij elke uitademing nog iets verder in de stretchpositie zakken. Voer lichte, wippende bewegingen uit als je dat wilt. Als je veel zit, zijn de heupbuigers vaak verkort. Deze rekoefening helpt daartegen. Bijna klaar. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Breng jezelf naar achteren en beëindig de oefening. Oefening 7. Stretch je van de achterkant van het bovenbeen. Voor de volgende oefening heb je een blackroll superband nodig. Ga rechtop zitten. En leg de superband om je rechtervoet heen. Pak de band met je handen vast. Ga langzaam op je rug liggen en leg je beide benen op de grond. Til je rechterbeen met de superband zo ver mogelijk omhoog. Trek je been met behulp van de band verder in de stretchpositie en houd deze stand gedurende een minuut vast. Ga als je dit kunt bij de volgende uitademing nog iets dieper in de stretchpositie. Breng je been terug naar het midden en ga rechtop zitten. Verander van kant. Leg hiervoor de band om je linkervoet heen. Pak hem met je handen vast en ga op je rug liggen. Til het linkerbeen hierbij zo ver mogelijk op. Door de weerstand van de superband kun je de intensiteit van het rekken variëren. Bij het stretchen wordt het bindweefsel gemobiliseerd, worden de gevrichten ontlast en het betreffende bereik beter doorbloed. Je complete weefsel wordt soepeler en veerkrachtiger. Ontspan nog eens diep. Indien mogelijk, intensiveer je de druk nog iets bij het uitademen. Breng het been naar het midden. Leg het neer en ga weer rechtop zitten. Oefening 8. Plank met arm en been heffen. Voor de volgende oefening heb je een blackroll superband met een weerstand naar keuze nodig. Plaats de band om je linkervoet en pak het andere uiteinde met je rechterhand vast. Neem op je handen en knieën plaats. Til tegelijkertijd je arm en je been op. We doen 10 herhalingen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Korte pauze, wissel ondertussen van kant. Bevestig de band om de rechtervoet en de linkerhand. We gaan door. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. 9. 10. Adem kort in en uit en wissel van kant. Let op dat je geen holle rug hebt en houd de spanning in de romp in stand. Nogal zwaar? Je kunt het. Nog twee herhalingen. Plaats de band om je linkervoet en pak het voorste uiteinde met je rechterhand vast. We starten. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 Verander van kant. Als je tussen de oefeningen langer pauze nodig hebt, Zet de video dan kort op pauze. We gaan direct door. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed gedaan. Oefening 9: Rolling plank. Voor de op één na laatste versterkingsoefening heb je een Blackroll fascia roller nodig. Neem de plankhouding aan en plaats je onderarmen op de Blackroll. Draai je handpalmen naar boven. Trek je navel naar binnen. Je rug blijft recht. Als je wilt, kun je de oefeningen intensiveren door over je onderarmen heen en weer te rollen. Voer deze gevorderde variant alleen uit als je daarbij geen pijn voelt. Korte pauze. Bij deze oefening kun je behoorlijk buiten adem raken. Adem goed in en uit. Gemotiveerd voor de op één na laatste ronde? We gaan door met ronde 2. Neem weer een plankpositie op de roller in. Zorg ervoor dat je je rug recht houdt. Als je wilt kun je weer heen en weer rollen. Nog 5 seconden. 3, 2, 1 en pauze. Schud je handen maar even los. Ontspan even en doe nieuwe kracht op. Nog maar één ronde. Neem nog een laatste keer de plankpositie in. Voor meer effect rol je naar voren en naar achteren. Of houd de positie simpelweg vast. Dat is ook al heel zwaar. Houd je billen laag. Je bent er bijna. 5 4 3 2 1 Oefening 10: Pallof Press. Voor de laatste versterkingsoefening heb je nog één keer de Blackroll superband nodig. Bevestig de trainingsband op borsthoogte aan een vast object. Pak met beide handen de band vast en kniel ernaast in een lunge zodat er spanning op de band komt te staan. Je rechterbeen is voor, je linkerknie op de grond. Beweeg je handen gecontroleerd weg van je lichaam en laat je armen vervolgens weer terug. 8, 9, 10. Vervolgens doe je de oefening aan de andere kant. Het rechterbeen staat nu voor en het linkerbeen achter. Zorg ervoor dat je de beweging gecontroleerd en krachtig uitvoert. Drie. Vier. Zeven, acht, negen, tien. Verander van kant, we doen de complete oefening nog één keer per kant. 1, 2, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Wissel nog een keer naar de linkerkant. Haal nog eens diep adem. We starten. 1, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, 10. Heel goed, je rugpijnprogramma is klaar voor vandaag. Tot de volgende keer.